Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom bij de tweede flitsbijeenkomst, waarin wij in een uur tijd uitleg geven aan het AIMPRO Asset Management model. En vandaag staat het onderdeel beheren en programmeren centraal. Mijn naam is Simon Buwalda, ik ben kenniswerker bij CROW, bij het team Fysieke Leefomgeving. En samen met andere collega's geven wij ook vorminhoud aan het thema Asset Management. Als gezegd, de flitsbijeenkomsten geven in een uur tijd kort uit hoe het AIMPRO Asset Management model voor de praktijk kan werken. En daarin laten we vooral de mensen uit de praktijk aan het woord. Vandaag gaan de gemeente Utrecht en de Antea groep uitleg geven in de naam van respectievelijk Lennart van Dien en Ruud van Hock. En zij gaan jullie uitleg geven hoe zij beheren en programmeren als onderdeel van het AIMPRO Asset Management model in de praktijk invulling geven. Nou, hartelijk fijn dat jullie allemaal weer aanwezig zijn. Afloop is deze presentatie ook terug te vinden. We hopen op een mooie uurtje vol inspiratie. Maar allereerst wil ik jullie even meenemen in het model zelf. Want waarom een model? Waarom asset management? Bij CROW vinden wij dat asset management een goed middel is. Een middel om ons werkveld te gaan structureren. Want ons werkveld is best complex. We hebben al een instandhoudingsopgave, maar we willen ook heel graag met onze fysieke objecten in de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven en waarden. Want uiteindelijk gaat het daarom, de waarden die wij in de fysieke leefomgeving willen realiseren. En dan is het belangrijk om niet alleen de technische kwaliteit te hebben, maar ook de functie van een object te realiseren. En daarnaast speelt er ook dat er gewoon nog heel veel opgaven zijn. De energietransitie, de klimaatadaptatie. Dat zijn allemaal opgaven die op ons afkomen. En waarin het niet alleen maar gaat om je eigen object. Maar dat je veel breder spectrum moet gaan bedienen. En dat is best lastig. Want hoe manage je dat nou in je eigen organisatie? Vanuit jouw rol als professional met je collega's samen. Nou ja, het antwoord laat u misschien raden. Asset management is daarin een gestructureerde wijze waarop je dus je kapitaalgoederen, je assets, kan beheren. En wat dat betreft zijn er dan vijf principes die binnen asset management een grote rol spelen. Ik heb het net al aangegeven, het is niet alleen je eigen vakdiscipline voor groen of van wegen of openbare verlichting. Nee, het gaat om de totale fysieke leefomgeving. Dus integraal denken is een eerste principe die bij asset management een grote rol speelt. En dat betekent ook dat je als organisatie met elkaar samenwerkt om diezelfde doelen te behalen. Niet dat je iets doet waar een ander eigenlijk last van heeft. En dat is eigenlijk een soort line-of-sight principe. Dat je van op strategisch niveau hetzelfde wil bereiken, dat je met een schop in de grond ook daarin bijdraagt. Ja, en dat betekent ook keuzes maken. En dat is een principe tussen dat je balans hebt tussen je enerzijds prestaties die je wil bereiken, maar natuurlijk ook de kosten en de risico's. Welke risico's accepteer je en welke ga je beheersmaatregelen aan toepassen? En daar een balans in zoeken, dat is het optimale wat je wil bereiken in het beheren van kapitaalgoederen. Ja, en levensduurdenken is ook een principe. Het gaat niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn. En in die lange termijn is ook een proces van leren. Asset management is een lerend proces. Je bent nooit eigenlijk klaar. De beheersmaatregelen die je neemt kunnen misschien niet helemaal goed uitpakken dat je vooraf had bedacht. En dat is ook een evalueren en verbetercyclus die je eigenlijk wil realiseren binnen asset management. Principes die we eigenlijk vatten in een model. En daar spelen drie pijlers een rol. Mensen en organisatie en data en informatie. Als voorwaarde eigenlijk om binnen je organisatie de juiste informatie, maar ook juist de kennis en capaciteit en samenwerking met elkaar te realiseren om als derde pijler de processtappen te kunnen voeden en te kunnen realiseren. Nou, vandaag gaan we het hebben over het tweede beheren, tweede processtap beheren en programmeren. En alle processtappen
zitten wel een samenhang met elkaar. En met elkaar zorgen we ervoor dat asset management vorm krijgt. Dan nog even over asset management, hoe je dat ook kan zien. Want er zijn natuurlijk verschillende organisatielagen betrokken bij asset management. Op strategisch niveau zou je voornamelijk op beleid en strategie opereren. En operationeel ben je bezig met het bouwen en onderhouden. En ook met plannen en voorbereiden. En daar spelen ook bepaalde rollen bij. Als asset owner, als eigenaar, een asset manager, maar ook over dienstverlener. En het gaat dan niet precies om wie is daar het belangrijkste. Nee, het gaat natuurlijk dat die rollen en strategische rollen overal wel een beetje kunnen verschuiven. Dat maakt niet uit. Het gaat om juist die samenwerking. En dat betrekt natuurlijk ook met de line of sight. Dat uiteindelijk alles in samenhang, integraal met elkaar gaat samenwerken. Dat is de theorie, dames en heren. Dadelijk gaan Ruud van Hoek iets vanuit de Antea groep vertellen. En Lennart van Dien vanuit de gemeente Utrecht. Dit past in de flitsbijeenkomsten. We hebben vorige keer beleid en strategie behandeld. Nu gaan we beheren en programmeren. En hier ziet u een datalijstje met de rest van de processtappen. Na deze bijeenkomst kunt u misschien ook op AIMPRO-portaal kijken, waarin ook alle processtappen staan bekeken, maar ook heel veel andere informatie zijn. En ben je helemaal geïnteresseerd geraakt, er zijn ook cursussen beschikbaar, niet alleen over model, maar ook gewoon hoe je in de praktijk doet. We hebben een basiscursus, verdiepingscursus en onlangs zijn ook weer een lichting nieuwe post-HBO-bachelor-studenten afgestudeerd voor de post-HBO-bachelor S-Manager voor de openbare ruimte. Dan wil ik nu op dit moment graag het woord geven aan Ruud, die ons mee gaat nemen vanuit zijn ervaring bij Antea Groep over hoe hij invulling geeft aan beheren en programmeren. Nou, ik wens ons een hele prettige uurtje. Aan jou het woord, Ruud. Ja, dankjewel, Simon. Even kijken, als het goed is, heb ik mijn scherm nu gedeeld. Yes. Even kijken, nou even voorstellen. Mijn naam is Ruud van Hoek. Ik ben adviseur, projectmanager bij Antea Groep. Nou, mensen typeren mij wel als een enthousiaste verbinder van het fysieke en sociale domein. En nou, daar herken ik me wel in. Naast mijn werk ben ik ook ambassadeur bij IMPRO. Nou, en ik neem jullie vandaag graag mee in hoe wij vanuit Antea naar die wereld kijken met onze ervaringen. En dat ga ik samen doen met Lennart, die gaat inzoomen op Utrecht. Lennart. Ja, dank jullie wel. Ik ben Lennart van Dien. Ik ben programmamanager bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Utrecht. En ik trek daar het programma Ontwikkelend Beheer. En dat is eigenlijk een intern programma waarin we ook met de asset management methodiek proberen om onze interne, eigenlijk onze interne processen ook te verbeteren. En dat, nou, ik zal jullie wat vertellen over wat wij in Utrecht doen en hoe wij tegen de materie aankijken. Yes. Nou, en Lennart en ik hebben samen eens gekeken van hoe kunnen we jullie in een flitsbijeenkomst eens meenemen. Dat gaan we doen aan de hand van de volgende bullets. Ik neem jullie zo meteen even mee in hoe wij kijken naar programmeren, maar met name het programmeren van die fysieke leefomgeving. En hoe we dat met name ook qua proces aanpakken en hoe we dat programmeren en positioneren. Nou, vervolgens wat Lennart net zei, ontwikkelend beheer gaat hij ons uitgebreid in meenemen. Vervolgens hebben wij gezamenlijk een aantal uitdagingen en conclusies geformuleerd. Waarbij jullie jezelf wellicht wel of niet herkennen. En tot slot hebben we wat gedachten, wat tips vanuit onze kokers die wellicht ter inspiratie voor jullie kunnen dienen in het werkveld waar jullie nu mee bezig zijn en de uitdagingen die op ons pad komen. Nou, beheren programmeren, ga ik even heel snel doorheen. Heeft Simon volgens mij net heel mooi uitgelegd. Plaatje rechts, wat wij vanuit een Antea Groep vaak gebruiken, is oké, je doet het ergens voor, maar doe dat met een line of sight en een stip op de horizon. Nou, dat. Even inzoomend op programmeren.
programmeren, als je 10 verschillende mensen vraagt, krijg je eigenlijk 10 verschillende definities van wat is nou precies programmeren. En wat programmeren volgens ons is eigenlijk de laag, de stap. Vorige keer is het door Esther en Jan volgens mij ook geduid. Programmeren is eigenlijk een beetje de tactische gap, laag tussen beleid en planning. Beleid, hey, wat wil je bereiken? Wat is het langere termijn doel? Wat zijn je goals? En planning, god, wat ga je buiten precies doen? Welke acties, welke maatregelen, zodat die schop in de grond kan? Het programma is dan, er staan daar een aantal dingen, maar met name hoe leg je de verbinding tussen de beleidsdoelen en waarden en die maatregelen? En dan moet je ook automatisch interactie zoeken met andere programma's. En dat heeft weer te maken met mogelijkheden, met keuzes en met een stukje reality check. Nou, als we vervolgens kijken, dit is een plaatje wat we vaak gebruiken, ook vorige keer. We hebben allemaal te maken met verschillende waarden. Dus als we nu willen gaan programmeren, dan zullen we eerst er even boven moeten zweven. En dan zullen we de koppeling moeten leggen tussen al die waarden die neerdalen eigenlijk op die fysieke leefomgeving. En dan pik ik er eigenlijk, ik pik er eigenlijk even één uit. Het is niet helemaal toevallig. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet je ook zorgen dat je in het kader van de omgevingsvisie en de omgevingswet anticipeert naar een bepaalde stip, die line of sight. En in mijn vervolg van het verhaal kom ik daar zo meteen nog even op terug. Wat Lennart heeft aangegeven is dat Utrecht, dus die opgaven die moeten allemaal een plek krijgen in die fysieke assets, in die wegen, het groen, et cetera. Maar hoe dan? Utrecht doet dat in het kader van ontwikkelend beheer. En de kreet die ze daar hanteren is: elke vervanging is een kans om meerdere opgaven te tackelen en te verzilveren. Vanuit Antea hebben we vaak een model wat, dit model. En elk gesprek probeer ik eigenlijk met gemeente te kijken, samen te kijken. Oké, wat zijn die twee opgaven? Gemeente geldt natuurlijk ook voor alle andere asset owners als waterschap, provincies, et cetera. Maar probeer de koppeling te leggen tussen sectoraal denken, enerzijds tussen je verschillende assets. Probeer hier nu eens een breinaald erheen te krijgen. En probeer echt die koppeling te maken met die doelstellingen, duurzaamheid, circulariteitsdoelstellingen. En probeer te kijken wat een bepaalde korte of lange termijn maatregel aan je weg of vervangingsmaatregel kan bijdragen aan je duurzaamheid of circulariteit. En dat is soms best een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Maar ga het proces daarin in aan. Belangrijk. Nou, wat ik net schetste, om te programmeren moet je eigenlijk toe naar een bepaald groeipad. Dus nogmaals, sectoraal naar integraal en koppeling thema's. Vanuit een thema positioneren wij elke vraag, elke sectorale vraag, of het nu een wegbeheervraag is, of een groenbeheervraag, of een afvalvraag, die positioneren we eigenlijk in het groeipad. En ik wil jullie graag meenemen in het groeipad, hoe we dat zien, om uiteindelijk op een slimme manier te programmeren en te plannen. Je werkt toe naar een strategisch-tactisch niveau, naar het gedachtegoed van de omgevingswet. Nou, dat betekent die omgevingswet, op zich geen nieuwe dingen vertellen, denk ik, maar omgevingswet betekent dat je minder naar die technische assets kijkt, maar dat je de leefomgeving centraal gaat stellen. Dat je meer vanuit waarde gaat denken, dat je participeert. De omgevingswet zegt ook, de gedachtegoed van de omgevingswet, de keuzes die je uiteindelijk maakt, zorg dat ze inzichtelijk en transparant zijn. Werk toe naar expliciete doelen, ga monitoren, zorg dat je daar in de voortgang de goede dingen doet. Maar ook zorg dat je op een bepaalde manier ruimte houdt voor maatwerk. En ook een kreet die we ook regelmatig gebruiken is: hoe maak je nu van een space een place? Een space, een openbare ruimte, maar hoe zorg je dat je daar waarde aan toevoegt, zodat het een prettige leefomgeving wordt? En programmeren is niet alleen techniek, maar heeft ook een hele duidelijke organisatiecomponent.
Ja, en dan kom je eigenlijk te maken met misschien wel de laatste bullet in het kader van gedachtegoed omgevingswet. Is dat je ook te maken hebt met een hele erge cultuurverandering. Wat je ziet is dat waar je naartoe werkt, en dan ook weer eventjes terug naar programmeren versus de beleidscycli. Vorige keer hebben we het ook gehad in beleidsstrategie over het SAMP. Toen kwamen er ook vragen naar voren van, goh, hè, hoe zien jullie dan met elkaar de positie van het SAMP? Nou, het SAMP is een heel belangrijk instrument om ook, zeg maar, een stukje cultuur, een stukje proces, rollen, taken, verantwoordelijkheden, om dat een goede plek te krijgen. Nou, als je dat dan ziet, waar je naartoe werkt, dan zien we nu heel veel gemeenten die een beetje links, een stukje evolutie in het groeipad, nog redelijk sectoraal bezig zijn. Nou, dan zie je dat daar groen, wegen, riool, allerlei andere assets, die worden doorvertaald vanuit een stukje normen, normdenken en ja, kwaliteitsniveau A en B. En dat ga je doorvertalen naar meerjarenplanning. Wat we zien is dat ook niet helemaal toevallig dat deze blokjes allemaal een verschillende vorm hebben. Dat zien we in de praktijk ook. In de praktijk zien we, en dan hoop ik dat ik niemand voor het hoofd stoot, maar dat we soms met elkaar, voor bijvoorbeeld, pak er één uit, groen, misschien wel 15 verschillende documenten hebben waar we iets zeggen over groen, over groenstructuur, over biodiversiteit. En vaak ook allemaal weer met verschillende duidingen en samenhang, met soms ook wat tegenstrijdigheden. Wat we nu zien en ervaren, om uiteindelijk goed te kunnen programmeren, is eigenlijk dat je de stap gaat leggen tussen sectoraal denken, maar eigenlijk meer integraal werken en beheren. En daar hebben we inmiddels bij een gemeente of 15, 20 gedaan in Nederland, dat je een volgende stap zet in die evolutie naar het omgevingsprogramma van de fysieke leefomgeving, het integrale maatschappelijke beheerkader. Je zorgt dat je de koppeling legt tussen die bestuurlijke doelen, de maatschappelijke opgaven, de waarden en die betreffende assets, wat uiteindelijk landt in een integrale meerjarenplanning. Als je dan een stap verder gaat, en dan wordt het wel steeds concreter, maar ook wel steeds spannender, is dat je nog eens een stap verder gaat en eigenlijk antwoord geeft op heel veel gemeenten die hebben nu een omgevingsvisie of zijn hem aan het maken. En proberen te kijken, oké, maar hoe vertaal ik dat nu in een programma? En wat is dan precies het programma? Wat is de definitie van het programma? Nou, onze ervaring leert dat het omgevingsprogramma van de fysieke leefomgeving eigenlijk die koppeling legt tussen die maatschappelijke doelen en die assets in die openbare ruimte. Daar kan ik er veel meer over vertellen, maar dat doe ik op een ander moment desgewenst. Wat erg belangrijk is om hier verder invulling aan te geven. Ik heb ook datacollega's en mensen die met innovaties bezig zijn en met slim programmeren in innovaties. En je zegt, Ruud, je bent nog één ding vergeten. Nee, niet helemaal vergeten. Maar dat is natuurlijk het datafundament. Om dit goed te kunnen doen, moet je data op orde hebben, basis op orde, maar ook daar zit er een stukje evolutie in om goed te kunnen programmeren. Je moet op een gegeven moment denken vanuit waarde. Vanuit een stukje waardegedrevenheid moet je proberen die koppeling te leggen. De laatste opmerking die ik hier even over wil maken is, als je in het schema kijkt, dan staan daar aan de rechterkant nog een aantal cursief geformuleerde woorden. Niet helemaal toevallig, maar dat zijn natuurlijk ook de termen die in asset management een plek hebben. Dus wat je ziet, is dat het denk ik ook onze uitdaging is om al die verschillende modellen, processen, woorden, definities in een proces samen te brengen. En dat is iets wat wij zien bij heel veel gemeenten. Zo ook Utrecht. En Utrecht heeft dat op een hele mooie manier beherend programmeren genoemd. En dan ga ik nu het stokje even overgeven aan Lennart. Kom ik straks nog eventjes terug met wat andere observaties. Maar Lennart, ga ik stoppen met delen. En zou ik jou willen vragen om in te zoomen op hoe jullie dat in de gemeente Utrecht aanpakken.
Ja, dankjewel, Ruud. Ik ga even mijn scherm delen. Dan zien jullie, als het goed is, nu mijn presentatie verschijnen. Ik begin eventjes gewoon bij het begin. Hier zie je een plaatje van, dit is de stationsomgeving van Utrecht. En dat witte gebouw in het midden, dat is ons stadskantoor. Dat is eigenlijk waar de meeste van onze mensen werken. En dat is ook waar ons beleid gemaakt wordt. Of althans, een groot deel van ons beleid. Dat doen we allemaal met een hele inclusieve missie voor ogen. De missie van de gemeente Utrecht is eigenlijk, we willen gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk maken. Nou, dat gaat veel verder dan het ruimtelijke domein. Dat gaat ook over sociale aspecten. Hè. Dus dat is echt iets wat de hele organisatie tot doel heeft om daaraan te werken. Daaronder liggen natuurlijk een hele hoop vertalingen eigenlijk, of plannen die bij moeten dragen aan die missie. Dat zijn beleidsplannen, dat gaat bijvoorbeeld over de ruimtelijke strategie Utrecht. Dat is eigenlijk waar we met de groei van de stad naartoe willen tot en met 2040. Maar het gaat ook over allerlei specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld circulair werken, biodiversiteit, klimaatadaptatie. Eigenlijk allerlei thema's die daar ook invulling aan geven. Nou, dat beleid, op een gegeven moment is dat beleid klaar en wordt vastgesteld. En dat is eigenlijk een beetje de taak die de vorige keer is uitgelegd. Hè. Dus de rol van de asset owner zit daar heel nadrukkelijk in. Die bepaalt eigenlijk wat we nou met z'n allen willen. Vervolgens gaan we naar een ander kantoor van de gemeente Utrecht. Dat is waar ik op dit moment zit. Dit is de Tractieweg. Voor de mensen die Utrecht goed kennen. En dit is het hoofdkwartier van Stadsbedrijven. Dat is het organisatieonderdeel waar ik werk. En wij zijn eigenlijk voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de stap beheren en programmeren. Dat beleid, dat is echt iets, dat is een kader voor ons. Hè? Dus wij hebben als kader meegekregen een aantal beleidsdocumenten. Je ziet hier onze speciale line of sight service, die komt het beleid brengen. Hè? Het beleid van het stadskantoor, dat komt naar ons toe. Dat beleid, dat is natuurlijk niet meteen uitvoerbaar. Dat is niet meteen iets waar we zo mee aan de slag kunnen. Daar moet nog een hele slag op plaatsvinden. Want ja, al die stukken, die hebben wel invloed op onze assets, of die hebben wel betekenis voor onze assets. Maar uiteindelijk wat we dan op straat moeten doen, hè, als je uiteindelijk moet komen tot de wagentjes die straks deze poort uitrijden, die bijvoorbeeld in de stad het groenbeheer gaan doen, die de afvalinzameling verzorgen, of die misschien wel een project gaan uitvoeren, hè, dus ook de aannemers en dergelijke, dan heb je daartussen de stap beheren en programmeren zitten. En dat is echt iets waar de afdeling beheer openbare ruimte, waar ik voor werk, een groot deel van het werk voor verzet. Nou, die stap beheren en programmeren, dat is eigenlijk het vertalen van dat beleid naar een serie activiteiten die we voor de openbare ruimte moeten gaan doen. Dat is ook echt onze scope. Heel veel van het beleid gaat natuurlijk ook over andere dingen die we in de gemeente hebben. Bijvoorbeeld, we hebben ook vastgoed, we zijn bijvoorbeeld met sociale zaken bezig, maar wij richten ons echt op de openbare ruimte. En om dat in één keer te bevatten is best wel een hele opgave. Wat hebben we daarom gedaan? Daar heb ik deze tekening van gemaakt. We hebben die openbare ruimte verdeeld in allerlei vakgroepen. En dat zullen jullie herkennen waarschijnlijk. Jullie zullen bij organisaties werken die dat precies zo doen. Of in ieder geval op een gelijksoortige manier. Hè. Er zijn bepaalde assets die vergen toch wel een bepaald specialisme. Bijvoorbeeld civiele constructies, verkeersregelinstallaties, wegen. Die hebben allemaal eigen expertise, eigen normen. Er zijn ook mensen die specialistische opleidingen hebben gedaan. Dus je kunt niet zomaar een programma voor de hele openbare ruimte in één keer maken. Dat is best een lastige opgave. En die vakafdelingen, die zijn ontzettend belangrijk voor ons. Want daar gaan wij ook
kijken naar welke risico's zijn er, welke technische uitdagingen zijn er, welke kansen zijn er misschien ook, want dat is belangrijk. En dat is echt een specialistische taak. Ik pleit daarom ook voor hele sterke vakgroepen. Die zijn ontzettend belangrijk als basis voor het beheer van de openbare ruimte. En dan hoor ik mensen al denken, maar integraal werken was toch ontzettend belangrijk? Nou, dat klopt, dat is ook waar. Ik zal er later nog eventjes op terugkomen. Uiteindelijk is in ieder geval is een sterke vakafdeling een heel zinvolle manier om je beheer vorm te geven. Nou, je ziet hier ook nog in het plaatje, zie je aan de bovenkant, boven de skyline van Utrecht, om het zo maar eens te zeggen, zie je de zaken die wij als beheer openbare ruimte in ons beheer hebben. En je hebt ook nog een aantal dingen die elders in de organisatie liggen. Nou, ik noemde net al vastgoed, laadinfrastructuur, sensoren, allerlei zaken die wel misschien wel onderdeel zijn van de openbare ruimte, maar die ergens anders verdeeld zitten. Dus het is ook wel best wel een complex geheel, zeg maar. Ik pak er even een stukje uit het AMPRO-model bij, want dit is eigenlijk ook waar we het natuurlijk vandaag over hebben, hè, van wat gaan wij nou, hoe gaan we die processtap invullen. Dit is een onderdeel van het model, dus aan de linkerkant zie je in het rijtje met eigenlijk, nou, wat je zou kunnen noemen de hoofdstukken of de onderwerpen die in je asset management plannen terug zouden kunnen komen. Wij hebben dat beheerplan genoemd in Utrecht. Maar je mag dat natuurlijk ook asset management plan noemen of andersom. Eigenlijk is dat de term niet eens zo heel belangrijk. Maar het gaat vooral om wat je doet. Ik heb geprobeerd aan de rechterkant om daar eigenlijk een vraag te stellen. De strategie. Dat gaat eigenlijk over hoe halen wij de doelen die wij hebben meegekregen. Dus wat wij van het beleid hebben meegekregen. Goh, hoe halen wij dat dan en hoe gaan we dat dan vertalen naar de objecten die wij in beheer hebben. Daar zijn bijvoorbeeld inzichten nodig in technische ontwikkelingen. In die wettelijke kaders, in beleidskaders. Hè, dus nou ja, dat is wat we meegekregen hebben. En daar vindt ook uitwisseling plaats. Het is niet een eenrichtingsverkeer. Want om je beleid goed op te stellen heb je ook inzicht nodig dat juist in die stap beheren en programmeren voor een groot deel wordt verkregen. Dus de processtappen die kennen ook een zekere uitwisseling. Dat is ook belangrijk om je te beseffen dat het dus niet een eenrichtingsverkeer is. Meer aan de onderkant zie je bijvoorbeeld de meerjaren onderhoudsplanning, de meerjaren investeringsplanning. Dat zijn precies de dingen die wij dus nu ook per vakgroep allemaal maken. Dat gaat meer over hoe zetten we de middelen in. En daar vindt juist weer uitwisseling plaats met bijvoorbeeld de mensen die het straks uit moeten gaan voeren, voor moeten gaan bereiden in de volgende stap. Dus die uitwisseling is hier ontzettend belangrijk. En wat nou denk ik de toegevoegde waarde is van die beheerorganisatie, is het voorleggen van die scenario's, het kiezen van een strategie en daar echt goed over nadenken. De prestaties, de kosten en de risico's goed op elkaar afstemmen. En juist eigenlijk door daar goed over na te denken, hè, die denkstap, want dat is echt waar het om gaat. Het gaat om die denkstap en het voorleggen en het verantwoorden van keuzes die je maakt. Dat is hierin ontzettend belangrijk. Nou, ik heb rood onderin zie je integrale afstemming. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik heb hier even kort samengevat hoe we dit doen. En dit is natuurlijk, ik realiseer me dat dit ook een ontzettend platgeslagen slide is. Het is natuurlijk best wel wat complexer dan dit. Maar wij krijgen als beheerorganisatie krijgen wij beleid mee vanuit de stad. Dat gaat over allerlei verschillende onderwerpen. Daar hebben we ook een gesprek over. Dus we hebben ook uitwisselen over bijvoorbeeld over het geld. Hè, van, hè, we hebben geld beschikbaar. Hoeveel moet het dan zijn? Wat kunnen we beschikbaar stellen? Wat heeft onze asset owner of de gemeenteraad er ook voor over? Om een bepaald kwaliteitsniveau te realiseren. En vervolgens is er vanuit die sterke vakgroepen, is die kennis per vakgebied die we inbrengen. En de normen waar we rekening mee houden. De wetgeving waar we rekening mee houden. Dat zorgt eigenlijk dat we uiteindelijk komen tot een programmering. En die programmering die hebben we in Utrecht. Nou ja, we hebben daar in ieder geval
ook al over nagedacht. We hebben natuurlijk die per discipline hebben we dat gepland. Maar uiteindelijk brengen we dat ook bij elkaar in een kaart die je hier aan de rechterkant ook ziet. En dat is onze meerjaren investeringsplanning, waarin alle grote projecten bij elkaar komen. En die hebben we dan op een kaart weergegeven om ook te kunnen laten zien aan bijvoorbeeld de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Want de stad is natuurlijk meer dan alleen maar het beheer van de bestaande assets. Er gebeurt ook nog wel eens wat in de stad. Nou, ik wil nog even terugkomen op die integrale afstemming. Hè. Dus die, dat is een steeds belangrijker wordend verhaal. Want, zoals ik al zei, er gebeurt heel veel in die stad. We hebben nu, vanwege die processtap die we hebben doorlopen, hebben we inzicht gekregen per discipline. We hebben dat ook nog eens een keer gebundeld in een mooi overzicht. En we hebben wat afstemming gehad, zowel tussen die disciplines, maar ook met ruimtelijke projecten die al gepland zijn. He, dus ook de ruimtelijke projecten, daar hebben ze zo'nzelfde overzicht van gemaakt. En ook daar is, we hebben in ieder geval inzicht in wat we met elkaar doen. Dus dat is goed. Maar als we dat het gezond stedelijk leven voor iedereen waar we mee begonnen, als we dat nou waarheid willen maken, ja, dan betekent dat ook dat we rekening moeten gaan houden met uitdagingen voor de toekomst. En dan denk ik bijvoorbeeld aan grote transities, grote ruimtelijke ontwikkelingen. Hè. Dus Utrecht is een stad die ook enorm groeit. En bijvoorbeeld ook nieuwe functionele eisen waar we eerder nog helemaal niet over nagedacht hadden. Om een voorbeeld te geven, ik kan me voorstellen dat we iets anders naar de openbare ruimte gaan kijken, omdat we bijvoorbeeld zien dat het vervoer op de fiets verandert vanwege snelle fietsen. Of elektrische bezorgvoertuigen of allerlei van dat soort ontwikkelingen. En we merken dat bijvoorbeeld onze naoorlogse wijken, die zijn op dit moment aan vervanging toe. Maar ook daar is niet alleen een opgave van het terugleggen van wat er al is, hè, dus het één op één terugbrengen. Maar daar is ook eigenlijk een opgave om de ruimte te veranderen. Traditioneel zijn we als beheer eigenlijk niet van het veranderen van de openbare ruimte, maar zijn we van het behoud. En dat is wel iets dat, waar we op een andere manier over na gaan denken. En die ruimtelijke opgave, dat is echt iets waar we ook de term ontwikkelend beheer voor hebben bedacht. Eerder was ruimtelijke ontwikkeling en beheer, dat gaat over één stad. Maar eigenlijk zijn het vaak twee werelden. Ook weer met een eigen jargon, een eigen dynamiek en eigen planningen en eigen ideeën. Dus ruimtelijke ontwikkeling, dat heet bij ons dan de afdeling of het organisatieonderdeel ruimte. Dat gaat echt over de ontwikkeling van een nieuwe stad, hè, dus de nieuwe wijken, de echte stadsvernieuwing. En het vernieuwen van de openbare ruimte, dus anders inrichten dan dat het al was. En beheer gaat vooral over het behouden, het groot onderhoud en het vervangen van objecten die aan het einde van de levensduur zijn. Met ontwikkelend beheer hebben we eigenlijk gedacht van dat moet eigenlijk meer bij elkaar komen. Elke vervanging in de stad is een kans voor vernieuwing. Ruud die haalde dat ook al net al even een beetje aan. En dat gaat over het op logische momenten bij elkaar brengen van investeringsruimte. Dus op een logisch moment, als de openbare ruimte aan vervanging toe is, moet je eigenlijk ook gaan kijken, is er dan ook iets anders nodig dan wat er al was? En juist omdat we dat in de organisatie ook heel erg hebben verspreid, hè, dus de verantwoordelijkheid voor vernieuwing en voor vervanging, die zijn bij ons verspreid over verschillende organisatieonderdelen. Heel logisch, omdat het ook verschillende expertise vergt. Maar dat is wel iets waar we steeds meer naar elkaar toe moeten gaan bewegen. En dat betekent nogal wat, want dat betekent dat wij eigenlijk vanuit beheer veel verder vooruit moeten kijken. Ruimtelijke projecten duren veel langer om te ontwikkelen. En wij moeten dan eigenlijk al aan de voorkant zien mee te doen en bekijken wat het voor ons betekent. En veel meer naar een planning toe die eigenlijk over de hele stad gaat en waarin ontwikkeling en beheer alle twee zijn meegenomen. Nou, dat is denk ik iets waar wij zijn nog lang niet zo ver dat we dat allemaal goed hebben ingericht. Maar daar zijn we met die visie op ontwikkelend beheer zijn we wel naartoe aan het werken. Dus dat vergt ook gewoon leren en daar moeten we ook gewoon echt nog stappen in zetten. Maar één ding is in ieder geval wel belangrijk dat we daar
We blijven nog steeds, dat zal ook altijd zo zijn, dat we met verschillende groepen, verschillende disciplines aan het werk zijn en dat je ergens een afstemmingsmoment moet vinden. En ik denk dat dat het goed neerzetten van de manier waarop je met elkaar afstemt, dat dat echt een van de meest belangrijke stappen is die we nu gaan nemen. Daar zijn we ook hard over aan het nadenken en mee aan het werk om die werelden bij elkaar te brengen. En ik denk dat dat, het is ook een beetje leren omgaan met onzekerheid. Hè? Dus er zijn, als je verder vooruit kijkt, zijn er meer onzekerheden dan wanneer je maar korte periode vooruit kijkt. Wat je ook zal zien is dat de voorbereiding van wat je aan het doen bent, dat misschien wel langer duurt, omdat je met meer stakeholders, zowel binnen als buiten de gemeente, aan tafel moet zitten. En daar ook met z'n allen goed over na moet denken. En dat is echt iets dat vergt voor zowel voor beheer als voor ruimtelijke ontwikkeling echt een andere benadering. Dat is eigenlijk onze visie waar we naartoe willen werken als beheerorganisatie. Nou, daar wil ik het nu even bij laten. Dank jullie wel en ik wil nu het woord weer geven aan Ruud. Dankjewel Lennart voor jouw toelichting hoe Utrecht invulling geeft aan ontwikkelend beheer. Even kijken. Ja, dan heb ik de goede er weer bij. Als het goed is, hebben wij onze schermen nu weer gewisseld. En wat Lennart net aangaf, ook in de voorbereiding hebben we samen eens gekeken van eigenlijk hebben we heel veel uitdagingen met elkaar. Maar die uitdagingen die kun je eigenlijk ook al een beetje koppelen aan kansen. Want de wereld wordt interactiever, complexer. We moeten meer dingen met elkaar verbinden. Al die uitdagingen bieden ook kansen. We hebben op deze sheet hebben we eigenlijk een aantal woorden gezet. Kennis, risico's, geld, vakmensen. Ik wil er even twee uitpakken. Wat een van de rode draden is in het verhaal van mij, in het verhaal van Lennart, is kennis, organisaties en hoe breng je eigenlijk al die puzzelstukken en die verschillende opgaven bij elkaar. En dan gaat het lang niet meer om alleen die inhoud, maar hoe verbind je al die verschillende puzzelstukjes met elkaar. Ja, dan kom je automatisch ook weer in termen van timing, risico's. Wat weet je wel, wat weet je niet? Hoe kun je anticiperen? Hoeveel geld heb ik daarvoor? Ja, en ook, en dat is misschien wel een beetje een prikkelende, maar wel er bewust opgezet. Goh, onze uitdagingen, vakmensen, nou, ook niet helemaal uit de lucht vallen. Maar kennis, vakmensen, het wordt steeds lastiger om, denk ik, goede kennis binnenboord te hebben en dat ontsluiten. En die hebben ze even samengevat in, mogelijk moeten we voor het eerst in recente geschiedenis programmering meer afstemmen op het tekort aan mensen in plaats van geld. En dan hoor ik een aantal van jullie denken, nou, dat is wel een hele boute uitspraak. Ja, misschien wel. Maar de uitdaging en de trigger is dat... Ruud, je moet misschien je presentatie nog even delen. Wat zeg je? Moet misschien je presentatie nog even delen. Die staat niet meer gedeeld, volgens mij. Oké, dat is een... heb ik hem een keer niet die toetsvraag gesteld. En dank collega Lennart voor... Als het goed is, kunnen jullie nu de sheet waar ik wat over aan het vertellen was wel zien. In termen van kennis, timing, geld, vakmensen. En dan was ik inderdaad bij die vakmensen en die redelijk boute uitspraak van ja, misschien moeten we programmeren, meer afstemmen op tekort aan mensen in plaats van geld en middelen. De trigger is denk ik dat je de manier hoe je het organiseert, hoe je het invult, hoe je ook andere hulpmiddelen als smart asset platforms als bijvoorbeeld GBU World daarvoor inzet om op een slimme manier te programmeren, ja, kan echt ook een kans zijn. Dan, als je nu even kijkt, hebben we samen een paar conclusies getrokken. Als we nu kijken naar programmeren, waar lopen we tegenaan, wat zijn wat kansen? Nou, hier een aantal bullets. Nogmaals, die vervangingen in die fysieke leefomgeving zijn urgent en ze zijn dichtbij. Ja, ze bieden een kans.
Wat we ook wel vaak zeggen en wethouders die ik spreek, die zeggen, joh, die beheerder, die is eigenlijk een beetje de katalysator, een beetje, die is die katalysator om die maatschappelijke abstracte begrippen als duurzaamheid echt concreet te maken in die fysieke leefomgeving. Ja, beste voortvarenhouder, en je hebt een mooie visie met duurzaamheid, maar je hebt geen geld, maar realiseer je dat je collega wethouder gewoon 1,5 miljoen op de begroting heeft staan voor haar wegbeheer. Dus probeer ook daar die synergie te zoeken. Nou, andere conclusie die we trekken is, nieuwe eisen, uitdagingen zijn natuurlijk weinig concreet. Het heeft niet alleen te maken met technisch programmeren vanuit de wegbeheerder of de groenbeheerder. Maar het wordt wat complexer, want die leefomgeving is breder. Je hebt natuurlijk te maken met een hele hoop andere stakeholders die ook iets vinden van die fysieke leefomgeving. Nou, de speelruimte en eisen, daar moet je iets mee. Eigenlijk last but not least, wat je dus ziet is dat programmering, en dat heeft Lennart denk ik in zijn verhaal en met beheerend programmeren in Utrecht ook laten zien, programmering moet flexibeler zijn. En wat is dan flexibeler? Met name ook meer vooruitkijken naar een wat grotere planhorizon. Dat hebben we de afgelopen jaren ook ervaren en ook eens proberen vast te leggen in een soort modelletje. Om nu verder te kijken, meer flexibel en vooruit te kijken, moet je eigenlijk denken, en dan neem ik jullie even kort mee in dit model. Je hebt eigenlijk als je kijkt in het totaal, je hebt natuurlijk verschillende stakeholders en die stakeholders die hebben allemaal een bepaalde agenda. Enerzijds, je hebt deze driehoek, je hebt bestaande assets en een bepaalde kwaliteit van die assets waar je iets mee moet. En op korte termijn zie je dat dit allemaal nog lekker concreet is. Je hebt een weginspectie, je weet welke maatregelen je moet oppakken, et cetera. Maar om uiteindelijk die keus te kunnen maken, zul je ook moeten gaan nadenken, meer op langere termijn, wat dan die uitdagingen echt voor de toekomst zijn. Hoe je daarop kunt anticiperen. Nou, op korte termijn zijn die misschien nog wat, hoe moet ik dat zeggen? Niet helemaal concreet, we weten het nog niet precies. Maar het is wel zaak om korte termijn, middellange termijn, lange termijn, om zeg maar die agenda van die verschillende stakeholders die je hebt in je stad, dorp of als asset owner beheert, bij elkaar te brengen met de bestaande assets, met je functionele eisen. Nou, een voorbeeld wat we vanuit een tegengroep daar alles bij hebben voor Rijkswaterstaat, dat we kijken naar vaarwegen. Er moet een bepaalde, van A naar B, maar dat betekent iets met bruggen en wat dan en hoe dan en hoe stemmen we dat op elkaar af? Nou, andere vergrote trap, maar ook op gemeenteniveau heb je ook dit soort dingen waar je mee te maken hebt. Als je dus kijkt, probeer met de toekomst, probeer wat vooruit te plannen en te positioneren. Nou, dat is dan op deze manier doen. Denk in korte termijn, middellange termijn, lange termijn. En dan pik ik er even twee uit. Als je puur op de wat korte termijn kijkt, eerste paar jaar, dan is het lekker concreet en dan kun je meer een asset planning hebben. Je verplichtingen, et cetera, et cetera. Als je meer op middellange termijn gaat kijken, dan heb je al meer een programma. Dan zijn de asset issues in beeld. Maar dan probeer je ook wel wat te versterken met ontwikkelingen die je in de toekomst ziet. En op langere termijn, dan heb je wat meer, bijvoorbeeld de gemeente Delft, Marco Dofferhoff kijkt op die manier ook naar zijn assets. Die denkt, ik wil het langere termijnsperspectief is in beeld hebben. Welke uitdagingen heb ik? Ik wil wat anticiperen. En wat betekent dat dan eigenlijk voor een stukje innovatie wat ik daarin in betrek? Ja. Dit even wat gedachten om meer te programmeren op met een planhorizon die wat verder ligt dan de komende twee jaar. We ter afronding voor jullie nog een tweetal sheets. En even wat tips die je mee wil geven. Lennart zei het ook al.
eigenlijk wel een mooie trigger van, hey, we moeten allemaal integraal gaan plannen, et cetera, et cetera. Maar het begint als beheerder dat je voor je eigen beheerdiscipline op hoofdlijn in beeld hebt. Wat moet ik doen? Wat komt er op me af? En wat betekent dat dan? Zodat ik korte termijn beeld heb, maar ook voor mijn asset vooruit ga kijken. Combineer dit voor beheer tot een globale vlekkenkaart, clusterprogrammering. Deel beleidsvelden op een andere manier. Maar wat met name eigenlijk is, en dit, in de voorbereiding schreven we ze op. En aan de andere kant hadden we zoiets, hey, ja, dit zijn open deuren. Ja en nee, dit zijn deels open deuren. Maar het is de uitdaging om deze open deuren in een proces samen uitnodigingsgericht in je organisatie aan elkaar te knopen. Nou, en dat is denk ik wel het belangrijkste wat je tips die we hebben op deze manier. Dan, voordat we, dit is de laatste slide die ik heb, want volgende keer zitten we natuurlijk 13 mei, maar daar gaat Simon zo meteen wel iets over vertellen. Want dit is in vogelvlucht het verhaal wat Antea en gemeente Utrecht jullie willen vertellen. Als het gaat over hoe wij kijken naar het onderdeel plannen en programmeren in het model van iNPro. Dankjewel. Ja, dank jullie beiden voor jullie inbreng en kijken in jullie ervaringen met het iNPro-model. Ik had het niet gezegd, maar in de chat hebben we het wel aangegeven. Vragen konden worden gesteld in de chat. Ik heb het hier op een ander scherm naast me staan. Ik wil een paar vragen eruit en opmerkingen uitlichten. Ruud, er werd er gesteld van... Kan je ook een voorbeeld geven van waarde gedreven, zoals je in het eerste verhaal vertelde? Heb jij daar een voorbeeld van? Ja. Wat je ziet is, waarde gedreven. Voor veel gemeenten maken we nou integrale maatschappelijke beheerkaders, waarin we die assets en die opgaven met elkaar verbinden. En wat we dan concreet doen, is ook CROW, wij mogen ondersteunen, hebben de waardegenerator ontwikkeld samen met de werkgroep. En daar hebben we eigenlijk de set aan organisatiewaarden geduid. En die proberen we in die processen met gemeente A, B of C heel concreet te maken. Dus heel expliciet te noemen. Concrete voorbeeld, als je ingrepen doet aan je bomenbestand, probeer je niet alleen uit te leggen, die boom, ik heb een VTA-inspectie uitgevoerd en ik moet die boom beheren en onderhouden, want anders valt die om en veiligheid. Nee, die wethouder die zegt dan, neem mijn raad en mijn burgers mee om te vertellen dat die boom een andere waarde heeft, dat die ook een functie heeft voor hittestress, dat die in het kader van duurzaamheid, dat die op andere manieren daar een bijdrage aan heeft. Dat zijn even een stukje context en een invulling van hoe je waarde kunt geven aan die openbare ruimte. Om meer expliciet te maken. Ja, en dan kom je dus ook uit meerdere dingen die je zou moeten doen. Er werd ook in de vraag gesteld van het programmeren. En dan ga je uit van wat je wil bereiken, die ambities, wat je nog meer mee doet. Nou, er is ook iets, dat stellen jullie ook, iets als budget en menskracht. Dat is een behoorlijke spanning. En hoe gaan jullie daar om in de prioritering? Lennart geeft het ook aan. Lennart, hoe doe je dat in Utrecht? De mooie ambities die je vanuit het beleidskantoor of het stadskantoor krijgen, die afstemming. Kun je daar een voorbeeld geven hoe jullie prioriteert? Ja, bedoelt het eigenlijk zeg maar, hoe wij ook de beschikbare mensen aan de planning koppelen eigenlijk? Bedoel je dat? Ja, menskrachten en budget ook. Daar zit een spanning op. Ik kan in ieder geval wel zeggen dat we bijvoorbeeld, zodra wij een meerjarenplanning hebben, en die heeft onze ruimtelijke ontwikkeltak heeft die ook, die delen we ook heel actief met de stadsingenieurs. Dat zijn degenen die bij ons met name de stad, eigenlijk meer de stad plannen en voorbereiden op zich nemen. Nou, die zorgen ook dat we eigenlijk
al als we die planning gemaakt hebben, of als we het meerjaren investeringsplan gemaakt hebben, betrekken we hen er ook bij van, nou ja, dan kunnen ze ook zien wat er aankomt. Hè. Dus die stap proberen we te maken. En ja, uiteraard, we kijken natuurlijk wel naar welke organisatie hebben we nodig om straks ons werk te kunnen doen. Maar dat blijft ook echt wel een spanningsveld. Dat is zeker waar. Ik denk dat er op het moment heel veel beleidsdoelen zijn. Dus grote thema's waarvan het best nog wel onzeker is wat dat voor de organisatie gaat betekenen. Dus dat is ook wel best wel een spannende tijd, denk ik. Ja. René geeft in de chat ook aan, is er ook niet een interactie tussen wat de politiek, beleidsmakers willen en jullie afdeling? Een lijn of zijt gedacht is ook niet alleen van boven naar beneden, maar ook dat je die van operatie naar boven een goede interactie hebt. Nou ja, die is er zeker, maar ik heb het natuurlijk wat geprobeerd het wat compact te vertellen. Dus de relaties tussen de verschillende afdelingen zijn natuurlijk een stuk complexer. En uiteraard wordt er ook bij ons meegedacht en zijn er mensen die betrokken zijn bij het opstellen van het beleid, zeker. Ja. Dus dat geeft aan van de opgaven uit beheer worden eigenlijk ook wel gepresenteerd aan beleidsmakers, bijvoorbeeld? Of? Ja, ik denk dat daar is wel uitwisseling. Het is wel iets dat misschien wel steviger kan. En dat is denk ik ook iets waar we gewoon aan moeten werken. Aan die uitwisseling tussen beleid en beheer. En ik denk dat een goede planning daar in ieder geval dat in ieder geval kan helpen om die stap ook makkelijker te maken. Simon, misschien wel even ter aanvulling daarop. Kijk, prioritering, budgetten, planning. Wat wij veel zien is dat je enerzijds, dat klinkt heel plat, maar breng nu eens voor je asset, stel ik wil een kwaliteitsniveau basis voor je asset gewoon primair in beeld. Wat wil ik bereiken? Hoeveel geld heb ik nodig? Maak dat dus heel expliciet. Leg dat dus vast in je omgevingsprogramma fysieke leefomgeving, enerzijds. En vervolgens allokeer, benoem ook die maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn. En benoem en maak eens heel expliciet dat daar nog wel of geen geld voor is. En maak eens een vingeroefening duurzaamheid. Stel, ik wil 25% duurzaamheid toevoegen aan doel. Hoe doe ik dat dan? En hoeveel geld heb ik daar dan voor nodig? En dan ga je over, en dan sla je het heel plat, Ruud. Ja, dat weet ik. Maar dan krijg je wel hele mooie discussies. En dan zegt die beheerder, Antea of adviseur, fijn dat je nu expliciet hebt gemaakt, want ik heb zoveel geld nodig voor dit. Blijkbaar komen er heel veel ontwikkelingen en opgaven. En jullie kijken allemaal naar mij als beheerder, want ik heb geld. Ja, maar ik heb niet geld om alles te regelen. Nou, ga daarover het gesprek aan, maak dat expliciet. En dan krijg je je organisatie denk ik ook heel mooi in beweging om uiteindelijk onderweg de goede keuzes te maken, transparant in gedachten van je omgevingswet. En wie maakt nou die keuzes, die prioritering van welke waarde nou wel toegevoegd wordt en welke risico's we eigenlijk accepteren en zo? In dat samenspel, hoe gaat dat? Nou, dit is in de gemeente waar wij adviseren. En pak mijn eigen gemeente. Ik zit hier op het kantoor in Oosterhout. En volgende week ga ik ook een verhaal vertellen op de NCBOR. Samen met de wethouder van de gemeente Oosterhout. En hoe doe je dat? Door eerst ambtelijk dit te allokeren. Die vier belangrijke thema's maatschappelijk te benoemen. En dan gewoon, of niet gewoon, maar in sessies met gemeenten, met verschillende afdelingen, in werksessies daar het gesprek over aan te gaan, inzicht te genereren, en dan ook het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan. Dat is denk ik ook iets waar wij als beheerorganisaties, denk ik in heel Nederland, ook nog wel best wel een mooie stap kunnen maken, door wat explicieter ook naar onze asset owner te gaan, of naar de vertegenwoordiger van onze asset owner, van hey, let op, wij zien je dingen. We moeten daar een gesprek over voeren, want er zijn bepaalde dingen wel of niet verenigbaar. Ik denk dat daar ook echt nog wel een goede stap te maken is. Zie je dat we toch soms toch wel een beetje ook als beheerorganisatie een beetje onzichtbaar zijn. En ik denk dat daar, we mogen best eens ook eens wat, daar ook eens wat, ons laat, onszelf wat meer laten zien, denk ik.
Nou, dat denk ik ook, dat we zeker op de bok mogen gaan zitten. Uiteindelijk zijn wij de regisseurs van openbare ruimte, lijkt me, zeggen wel eens. En ja, we zijn er ook wel bescheiden, denk ik, in de wereld. Hoe zit dat bijvoorbeeld in Utrecht met de ruimtelijke ontwikkeling afdeling? Hebben zij daar ook een bescheiden cultuur? Of hoe gaan die cultuurstromen met elkaar om? Is een vraag die ook gesteld is in de chat. Ja, dat komt vooral bij elkaar in de projecten, denk ik. Dus vooral de ruimtelijke projecten, zeker in het begin van een project. Ik las ook in de chat een vraag over van stemmen jullie dan al beheeraspecten eigenlijk af? Helemaal aan het begin van projecten of bij een voorlopig ontwerp al, dat je het al over de beheergevolgen gaat hebben. Ja. Er zit vooral op projectmatig niveau zit daar denk ik een lijn tussen de twee organisaties. Ik denk op de programmering dat dat echt nog iets is waar we stappen in te zetten hebben. En om op die vraag terug te komen over cultuur, denk ik dat de ruimtelijke ontwikkeling, dat echt een cultuur is die veel meer gewend is zichzelf op de voorgrond te laten treden. En dat wij daar als beheerorganisaties wat minder geneigd zijn om dat snel te doen. We regelen het wel, we gaan het oplossen, is vaak de gedachte. En soms zou je ook je probleem terug kunnen leggen. En een keer het gesprek erover voeren met de asset owner. En dat is echt een belangrijke stap ook in het beheren en programmeren, denk ik. Want die bepaalt eigenlijk welke waarde wordt toegevoegd, bijvoorbeeld. Aansluit ook op een andere vraag. Of de prioritering in de planning. Dus de verschillende opgaven, of is dat iets wat... Ja, uiteindelijk is dat denk ik misschien iets voor de volgende plannen en voorbereiden sessie, maar ik denk dat je daar inderdaad de gesprekken over budgetten, die moet je inderdaad wel voeren met met je beleid en met je bestuur. En er werd er iets over menskracht nog wel gezegd, hè? Of uiteindelijk het gebrek aan capaciteit of werkspersoneel. En er kwam een opmerking, en ik weet niet precies wat er mee bezoekt, een mens is maar 1 promiel van het maatschappelijke baten. Het is jammer dat we hierop moeten gaan baseren. Ik misschien de vraag stellen dat ik even onmute kan zeggen of die kan verduidelijken. Wim Koops is dat die dat heeft aangegeven. Of die dat kan verduidelijken en misschien dat hij ook daar aan de aanleiding van een vraag kan stellen. Ben ik ook hoorbaar of niet nu? Jazeker. Ja, ik ben Wim Koops. Ik werk bij Rijkswaterstaat. En wij programmeren ook op de maakbaarheid. Dat betekent of we voldoende menskracht hebben om bepaalde maatregelen uit te voeren. Maar mijn opmerking komt vanuit, als je maatregelen uitvoert, heeft die veel grotere waarde buiten dan de keuze op je menskracht. Dus je organisatie, formatie zeg maar, als die te klein is, kun je onvoldoende waarde buiten creëren. Dus ik pleit eigenlijk veel meer voor een maatschappelijke waardeprogrammering dan op menskracht. Feitelijk zou je dit naar mijn beeld niet moeten doen, want je creëert geen waarde buiten als je op basis van FTE's gaat prioriteren. Nou, dank voor de opmerking. Lennart, wil je daarop reageren? Want je hebt daar iets aan gezegd van we moeten gewoon doen wat we hebben. Maar ik neem aan dat jullie toch ook wel vooral naar de waarde kijken in eerste instantie. En daar dat gat, dat moet je ook presenteren naar je... organisatie, lijkt me. Nou, mijn opmerking was vooral of de conclusie die we trokken van dat er dat je ook rekening moet houden met de beschikbare menskracht eigenlijk. Dus het mens- en organisatiedeel van je cyclus. Die zit er meer in dat de opgaven op dit moment heel groot zijn. Hè? Dus de opgaven voor beheer in Nederland zijn enorm. En de mankracht, de technische know-how is best wel schaars in de markt. Ik denk dat je daar op dit moment dat het ook gewoon best nog wel lastig is om je formatie plaatsen en eigenlijk de menskracht te vinden om alles goed op elkaar af te stemmen. Want het gaat uiteindelijk om een goed gesprek met elkaar voeren. Op basis van die verschillende asset management rollen. Hè. Dus alleen het gesprek voeren kost de capaciteit. En ik denk dat je daar best wel van bewust moet zijn dat niet 1-op-1 altijd aanwezig is. En dat je daar dat ook schaars is. Nou, ik denk dat je dat ook terecht zegt, dat er in gesprek moet blijven, dat er inderdaad een gat is van ja jongens, dit willen we, dit is nodig, de opgave, de waarde die we willen realiseren en uiteindelijk wat we kunnen realiseren.
Nou, en daar is ook weer een balans in te zoeken. En dat is denk ik ook asset management. Hè? Van welke prestatie zullen we leveren? Ja, en wat kunnen we realiseren? Ja. Maar terecht dat Wim even mooi een pleidooi houdt voor het waardegericht werken. Want uiteindelijk is dat wel hetgeen wat we uiteindelijk willen hebben. Zeker. We zijn door de tijd heen, helaas. Ja, er staan nog wat andere vragen open. De vraag, misschien dat we nog even door kunnen wat vragen uit zijn, maar nou, zullen we één de vragen uit pikken nog die ik heb staan. Oh ja, over levensduur denken gesproken. Kijken jullie in Utrecht bij het ontwikkelend beheer ook in de vroegstadium al naar de effecten op de beheerkosten in, het, in de opgave? En hier zeggen ze in specifiek nog in het voorlopig definitief ontwerp van de buitenruimte. Ja, volgens mij heb ik daar net al een klein beetje op gehint dat echt de stap plannen en voorbereiden is waar dat natuurlijk in plaatsvindt. Maar die, ja, waar ik het over kan zeggen is dat daar, we hebben natuurlijk ontwerpuitgangspunten en ook voor verschillende gebieden. En bij elk project vragen we ook een beheerparagraaf. Dus van wat zijn dan de gevolgen voor beheer en hebben we dan het geld beschikbaar? Daar wordt zeker wel naar gekeken. Dus ja, in die zin houden we daar rekening mee, ja. En dat is al een mooi bruggetje naar de volgende bijeenkomst. Plannen en voorbereiden. Die staat gepland op 12 mei. Daarin gaan we verder van, als we dan inderdaad het programma op langere termijn, gaan we verder kijken naar wat op korte termijn, hoe we dat kunnen uit gaan voeren. En daar zit een stap plannen en voorbereiden tussen. Ik hoop jullie dan ook allemaal weer te zien. Voor nu Ruud en Lennart, van harte bedankt voor jullie werk voorafgaan voor de voorbereiding en ook onze presentatie. De presentatie wordt ook gedeeld naar ieder. Ook deze aflevering wordt ook gratis voor iedereen beschikbaar gesteld, zodat jullie het terug kunnen lezen of vooral naar jullie collega's kunnen doorzenden. En daarmee ook wat wij ons doel hebben vanuit CROW, om meer het invulling te geven aan het model uiteindelijk in de praktijk. Hoe gaan we dat nou toepassen om uiteindelijk die principes van asset management te realiseren? Want uiteindelijk, ons complexe werkveld verdient wel de aandacht. En uiteindelijk ook wel een professionele sector waar we inderdaad wat meer op de bok mogen gaan zitten. Hartelijk dank voor jullie voor de aanwezigheid en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dank jullie wel. Dank jullie allemaal.